ben Pien en dit is Fleur. Wij gaan een interview doen in het Zuiderzeemuseum. Nou, wat zou u meenemen als er een watersnoodramp kwam? Daar heb ik nog niet bij stilgestaan, maar in de eerste instantie eigenlijk wel mevrouw dan. Ja. Heel belangrijk. En een paar goede, nou wat eten. Etenswaren is belangrijk. En een deken zou je mee kunnen nemen. Maar wat zou je doen als er watersnoodramp kwam? Hoge grond opzoeken. Hopen dat ik gewoon heel snel op het dak van huis zou zitten. Om het te overleven. Ik denk mijn dochter zoeken en dan het hoogste punt denk ik opzoeken van het huis. Of, ja, of de boot opzoeken, als je dat hebt. Heeft u huisdier? Zou u die dan meenemen? Ja, ik denk wel. Ja, we hebben een hond en een kat, die gaan wel mee. Ja. Ja. Heeft u de watersnoodramp meegemaakt? Nee, ik was als kind, ik was toen een jaar of acht toen de watersnoodramp er was. Was u bang? Nou ja, het was hondenweer. Dus, je hoorde op de radio, op televisie was er nog niet. Dus dat er heel veel mensen dood waren. En dat is toch wel een beetje. Maar ik woonde in Rotterdam. Ik heb een watersnoodramp meegemaakt, maar niet deze. Was in 1916. Ja. Ik heb een watersnoodramp meegemaakt, dat was in Tuindorp Oostzaan. Oh, ja. Ken je dat? Dat je onder water gelopen toen, in 1959. En heeft u hoe hoog kwam het water? Het water kwam tot aan je knieën eigenlijk. Oh, dat is wel heel hoog. Nou, genoeg om je huisje dus zo te vernielen dat het hele interieur kapot ging. Hey, waar was u heen gevlucht? Ik was op zolder bij van de boerderij gevlucht. We hebben spullen mee naar boven genomen. En het water kwam vrij langzaam omhoog. En ik werd op tijd gewaarschuwd door mijn man, want die was op de dijk aan het werk. Die was ook in het dijkbeheer, zat hij. En daar hebben wij gezeten, op zolder. Ja. Oké, was u bang? Ik was heel erg bang. Weet je, de polder loopt over. Het gaat maar door, het gaat steeds verder. En je weet niet hoe hoog het komt. Je weet niet hoe het met je familie is. Bedankt dat u deze film hebt gekeken. Nou ja, ik vond het heel erg leuk om het te maken. Dit was onze interview. Doei! Bye.